Hallo, ik ben Klaas van der Linden. Ik woon al een achttal jaar in Gent. Ik maak muurschildering en schilderij. En ik heb een muurschildering gemaakt op het cultureel centrum De Stroming in Everhem. Klaas van der Linden is afkomstig uit Zwalm. Hij woont in Gent en heeft net dit muurschilderij klaar aan het cultureel centrum De Stroming in Sleidingen. Klaas is kunstschilder en hij behoort tot de top van graffiti-kunstenaars. Toen de gemeente Evergem zijn werk wilde tentoonstellen, lukte dit niet. Maar ze hadden een prima alternatief. Een blanco muur van 5 op 10 meter die hij zelf mocht invullen. Ik was een beetje opgetogen met het voorstel. Vooral omdat het ook zo'n grote muur is. En ook omdat alle middelen ter beschikking zijn. Als je zoiets moet in elkaar steken en je moet zelf zo wat je plan proberen te trekken. Of je krijgt een goed voorstel en een goede muur, een goede grondlaag, het juiste materiaal. Dan zie je dat natuurlijk direct zitten. Aan dit werk was hij een hele week bezig. De voorbereiding doet hij in zijn atelier in Gent. Bij veel van zijn werken, ook bij dit werk, vertrekt Klaas van zijn zelfportret en ogenschijnlijk alledaagse elementen. Ik gebruik de pakken van werkman en bijvoorbeeld dat pak is ook nog een pak dat ik gedragen heb toen ik moest werken ooit in een fabriek. Die tent die ben ik tegengekomen hier in de stad, met al die werken hier in de stad van Gent. Ik kom er wel vaker van die soort tent tegen. Ik heb geprobeerd om een sfeer op te roepen. Een sfeer die je... Als je alleen in een bos zou rondlopen, zo, en er gebeurt iets raar, maar je weet niet echt goed wat. Zoiets. In die aard, zo'n sfeer heb ik proberen oproepen. En like hier, die persoon, wat ik dan ben, die vindt een licht, een blauw licht. En het schilderij noemt Finding. En dat is zo wat je wilt er gebeurt. Klaas is professioneel kunstschilder, maar wat deed hem graffiteur worden? In de grootsteen kwamen graffiti tegen en ik vroeg me af, ja, wie doet dat? En waarom doen ze dat en wanneer doen ze dat bijvoorbeeld? En ja, het zijn ook die kleuren die mij aanspraken. Hè. In een grijze stad zijn dat kleuren die eruit komen, hè, felle kleuren. En ik vroeg me af, ja, wie, waarom? En daarom, ja, ben ik dat dan ook zelf begin doen. Ja. Eén ding staat vast, dit graffiti-kunstwerk wordt niet verwijderd. Normaal gezien had dit hier voor altijd blijven staan. En dat had dat waarschijnlijk ook voor de eerste keer zijn in mijn leven. Dat zoiets voor de rest van mijn leven gaat blijven staan. Ja. Alles over Klaas van der Linden vind je hier.